kan Stan en ik naar Soldaat van Oranje. Dus ik heb echt de lekkerste uitvinding ooit gedaan. Oh my god, jongens. Ik heb echt het leven aan me voorbij zien flitsen net. What the fuck. Hallo allemaal, welkom bij deze weekvlog. Het is maandag. Het is eigenlijk helemaal niet maandag en het is ook niet deze week. Maar ik had helemaal geen intro gefilmd. Echt heel erg apart en heel dom. Dus hierbij, welkom bij de vlog. Laten we beginnen. Nou, ik ga nu onderweg naar mijn nagels, want het ziet er nu uit. Ik heb even wat leuke content gefilmd voor Body & Fit, want we love Body & Fit. The best. Oké, ik ga nu, yo. Oh my god, guys. Kijk hoe leuk dit is geworden. Ik ben echt obsessed. Wat zijn die van jou? Wacht. Cute. Oh jongens, het was zo leuk bij mijn oma. Echt. Ik kon wel huilen gewoon hoe lief mijn oma is. Mijn oma is al 91 en zij woont gewoon nog op haarzelf. Ze is echt een baddie dat zij dit gewoon allemaal in haar eentje doet. Ik vind het echt heel knap. Het was gewoon heel gezellig. We gaan dan met alle kleinkinderen lekker sushi gegeten. Gewoon zo gezellig. En oma, die is echt altijd als je de deur uitgaat. En je gaat in je auto, ook al sta je ergens anders geparkeerd. Ze blijft in de deuruitgang staan. En ze blijft je uitzwaaien. Totdat je weg bent. Dus ze gaat niet weg bij die deur totdat ze ziet dat je veilig in je auto zit en wegrijdt. En gewoon in de 21 jaar dat ik leef heeft ze nog nooit anders gedaan. Zo lief vind ik dat blijven. Dan moet gewoon langs haar huis rijden. En dan moet dan van daar. En dan moet ik zwaaien. En dan is het dag oma. Nou, het is gewoon zo'n schatje. Echt, I love her. Maar ik ga nu naar Stam. Want ja, ik heb geen zin om weer helemaal naar Amsterdam te gaan. En ik slaap lekker in Stam vanavond. En dan ga ik morgenochtend weer naar Amsterdam. Het is weer het einde van het jaar. En dat betekent natuurlijk dat ik jullie mijn favoriete make-up producten ga laten zien van 2023. En ondertussen ga ik even gezellig mijn make-up doen en met jullie kletsen. Nou, first things first. Al mijn make-up haal ik altijd bij Look Fantastic. You guys know. Look Fantastic heeft gewoon alle soorten beautymerken. Goede prijs, goede acties, goede kortingen altijd. Dus het is gewoon cheaps. En ja, je kan er gewoon alles halen. Dus ik vind het een top site. Ik heb een doorlopende kortingscode, Sarah VLF. Kan je altijd gebruiken, loopt altijd door. Dus sla hem op in je notities. Stuur hem door naar je vriendin, naar je oma, je moeder. I don't care. Maar we beginnen met het eerste product. En dat is deze primer van Bobbi Brown. Hij is super bekend. Ook aan de prijzige kant. Maar je kan hem dus met mijn kortingscode met korting kopen. En je doet er zo lang mee. Want je hebt gewoon echt niet veel product nodig. En je make-up zit gewoon zo mooi. Ja. Het ligt gewoon echt super mooi op je gezicht. Dus die gaan we even uitsmeren. Dan mijn favoriete foundation van dit jaar is absoluut deze van Lancôme. Ja, je gaat het zien. Hij blendt super mooi airbrush effect uit. Ik heb hem in de kleur 220C. Heb je ook wederom echt niet veel product van nodig. En die gaan we uitblenden met deze kwast van Bobbi Brown. Dit is echt mijn ultimate fave. Kwast als het gaat om voor foundation. Kijk, het blendt gewoon zo mooi uit dat het gewoon bijna niet lijkt alsof er iets op mijn gezicht ligt. En dat wil ik. Dan de concealers van NARS. Ik ben echt mega NARS fan. Maar hun concealers zijn gewoon echt top. Ze dekken goed. Smeren fijn uit. Kan er ook lang mee doen. Dus dit is echt een absoluut favorietje. En ik heb hem in de kleur Custard. Ik smeer de laatste tijd mijn concealers uit met een beauty blender. Dus echt weer helemaal mijn fave. Maar ik maak hem ook niet nat. Want de echte beauty blender, die blijft gewoon goed zacht. En dan kan je het gewoon goed uitblenden. Nou, dan het volgende product blijf ik denk herhalen totdat ik in mijn graf lig. Ik heb deze aan al mijn vriendinnen met kerst gegeven. En het is de Anastasia Contour Stick in de kleur Mink. En deze contour stick is gewoon another level. Hij is gewoon de perfecte assige maar bruine kleur. Dus het wordt niet oranje, je hoeft het niet oranje. En hij smeert gewoon zo goed uit. En ik gebruik daarvoor deze kwast van Real Techniques. En ik doe het altijd zo deppend. Echt iedereen om mij heen ermee geïnfluenced.
Omdat het gewoon zo'n top ding is. Altijd als vriendinnen deze gebruiken, zeggen ze ook dat ik moet dit ding. Kijk dan, het is gewoon echt alsof het zo hoort. Alsof het gewoon, ja, het ziet er gewoon echt geweldig uit. Het geeft gewoon net die kleur in je gezicht. Maar niet dat het dus een neppe, bruine, oranje kleur wordt. Dat wil je gewoon niet. En dat heb ik snel met contour sticks. Dan de liquid blush van Laura Mercier. Deze heb ik echt al super lang. Denk wel een jaar. Omdat deze zo gepigmenteerd is, doe je er echt vet lang mee. Ja, ik hou gewoon heel erg van gepigmenteerde producten. Omdat je er gewoon heel lang mee kan doen. En dan is het gewoon echt je geld waard. Kijk hoe mooi. Dan heb ik sinds kort een ontdekking gedaan. En dat is namelijk deze Hyaluronic Hydra Powder. Dus hier zit Hyaluronic Acid in. Dus dat is natuurlijk heel goed voor je gezicht. En het is een dekkende poeder. En het is een witte en er zit ook een kwastje bij. Nou, dat sponsje dat gebruik ik. En dan heb ik het voornamelijk onder mijn ogen. Zo. Bij mijn neus. Aan de zijkant. Voorhoofd. En mijn kin. Dus een beetje mijn T-zone en onder mijn oog. Het ziet er gewoon helemaal niet poederig uit. Maar het zet het wel gewoon goed vast. Dan weer een product van Anastasia. Deze bronzer. Nou, ik kan al zien dat ik deze heel veel heb gebruikt. Ik ben gewoon groot fan van deze bronzer. En omdat ik veel liquids al heb, doe ik het meer gewoon als een beetje finishing touch. Dan dat ik er echt veel product op doe. En ik zet deze ook altijd op mijn ooglid. Met een kwastje van Zoeva. Dan een wimperkruller. Van. Dit meen je mij niet. Ik heb er hier nog wel een liggen, maar mijn favoriet is van Tweezerman. En ik weet niet waar die is. Oh, ik vergeet bijna de blush. Mijn favoriete blush, Orgasm X van NARS. Deze heb ik echt al heel lang. En deze is zo mooi, want er zit ook een klein shimmertje in. En dit is echt mijn all-time fave. Nou, dan ga ik maar even mijn wimpertjes krullen. Dan denk ik mijn nummer 1 favoriete uitvinding van dit jaar is deze mascara primer van Yves Saint Laurent. Ja, ik heb hier echt al zo vaak dingen over verteld. Maar het is gewoon echt een hele goede fijne primer. En het laat je wimpers gewoon super mooi en super lang. En ja, ik kan gewoon echt niet meer zonder. Ik heb best wel lastige wimpers. En een primer, ja, helpt me er gewoon heel goed bij dat ze goed recht overeind blijven staan. En dan heb ik eigenlijk twee favoriete mascara's. Dat is of deze van Lancôme Idole. Of Idol. Of de Sky High. Dit is een wat duurdere versie. Of de Sky High van Maybelline. Deze is wat meer budget. Dit is dan de waterproof. Maar vooral die zwarte is echt goed. Maar die is nu op. Dus ja, dit is echt mijn twee favoriete mascara's. Altijd eigenlijk twee mascara's. Ik doe eigenlijk ook altijd twee mascara's op. Dus ja, ik doe ze eigenlijk gewoon beide altijd. En dan eigenlijk als allerlaatst de Urban Decay All Nighter Setting Spray. Dit is ook echt een van mijn favorieten. Het blijft gewoon echt goed zitten en lang en top. En ja, het is gewoon een top spul is het. Lekker geul. En dan doe ik dat altijd even met een waaiertje zo. En ja, dat waren eigenlijk alweer al mijn favoriete producten van het moment. Ik ga nog even iets op mijn lippen doen. Even een glosje. Dus ja, vergeet zeker niet bij Look for Test te kijken. Ik zal even alle linkjes in de beschrijving zetten. En mijn kortingscode SARAVLF te gebruiken. Ik ga nu even nog wat content filmen voor Body & Fit. En daarna ga ik naar kantoor. En vanavond op kantoor gaan we dus een dobbelspel doen met een soort tweedehands cadeautjes. Dus dingen die je al thuis hebt liggen, maar dan niet meer gebruikt. Dus eigenlijk een soort wil hergebruiken. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb, want het is wel leuk. Kijk. Ik heb
een Sales Solutions. Want dat gebruik ik. Want ik heb er heel veel van. En deze had ik over. Toch misschien kan ik het anders ook blij mee maken. Deze hoes van Burga. Want deze pas ik niet meer. Want ik heb geen iPhone 14 meer. Plaknagels. Een paar leuke kaarsen. Collageenpoeder. Ja, ik heb zoveel collageenpoeders. Dus het is ook gewoon over. Een luchtje van Baller. Olaplex. En twee andere haardingetjes. Isle of Paradise. Zelfbruining dingen. Ik heb zoveel zelfbruinen. Een Nivea zonnebrand. André Lon producten. En een Moroccan Oil conditioner. Een cocktail shakertje. Dan deze krultang. Want hier heb ik er echt vier van. En een tasje. Ik heb heel veel dit soort tasjes ook niet nodig. Dus dat zijn helemaal leuk mijn cadeautjes. Oké, nou dat is super lief. Nee, dat is helemaal goed. Voor 110 euro krijgen we. Ja, even sushi. Vinden jullie echt sushi voor mij? Dan krijg je echt ja. Fucking veel sushi. Ja. Hij noemde het net op. Ik dacht echt, we komen de komende week kunnen gaan sushi. Wat zei hij? Zei hij ook die family dinner? Hij wat? Zei box dit, box dat, winterbox, kerstfashion box. Ik krijg gewoon prima. Oh, we krijgen dus trouwens sushi van Mr. Sushi. Ik dronk net die ice cream vanille. Ja. Dit smaakte gewoon letterlijk naar milkshake. Dit smaakt gewoon letterlijk naar een milkshake. Dat is echt lekker, hè? Zelfs ik vond het lekker. Ja, jij houdt echt niet van... Oh, ik dacht dat er een schroef uit viel. Ik zie er echt zo slecht uit, jongens. Kijk, die... ik had dus een puistje op mijn neus en nu ben ik Rudolf. Echt lelijk, hè? Zie je dat? Oh ja. Ik ben wel nog steeds bruin. Ik ben zo wit, sorry. Ik blend gewoon in met mijn zakje in de muur. Nou, we gaan gezellig kerst vieren op kantoor. Hier is de kerstboom met heel veel cadeaus. Kijk hoe bizar veel. Het is echt veel hoor, meer. Ja. Vorig jaar met vorig jaar is niks. Nou, wat zou het zijn? Ik leuk en verloren. Nou, is dit hier Ja. Ja. Zijn dit de... Dat iedereen het meent. Nee, maar we zijn heel blij met jullie en we hopen dat jullie ook blij met ons zijn. En dat jullie altijd hier thuis voelen en dat jullie altijd wel eens terecht kunnen met alles, maar dat weten jullie. Het zijn meer dan alleen een bedrijf, het zijn ook wel een beetje familie. Ah. Oh. Die cafeïne is stil, hè? Ja. Oh ja, die heb ik ook opgekroond. Maar dit zijn ook... Ja, dit is ook mini. Binnen een week zit het er weer bij. Cute. Ga je nou ondankbaar doen naar... Ja, er staat ook mini size. Chill voor deze. Ja, ik kan het zeggen. Oh my god, jongens! Kijk dit! Lekker! Ik heb wel ook andere dingen wel. Oh. Beter dan vorig jaar. Dit zijn alle presents. Ja. Sorry, chocola. Hallo allemaal, het is woensdag en het is alweer avond. Ik heb vanochtend heel veel content gefilmd en daarna ben ik naar kantoor gegaan. En ik heb een giveaway lopen. Een super vette, gave giveaway. Op mijn TikTok en Instagram, dus moet je even checken. @sarahverwoerd. Wil je dit winnen? Het is echt fucking amazing. Allemaal skincare, Sol de Janeiro, parfums, beauty, Charlotte Tilbury, hair products, een tang. Nou, echt geweldig. Dus check it out. En nu lekker aan het koken. Eigenlijk een beetje een zelfbedachte pasta.
Ja, ik heb geen idee. Ik heb een beetje champignon, ui, gehakt heb ik hier. Lekker gebakken. Ik heb aubergine en tomaat in de oven. Vannacht dan ga ik dat blenden en dan is het een lekker sausje. Het gaat best wel hard. Nou jongens, kijk, de pasta saus is bijna klaar. Dat is met aubergine en tomaat en champignonnetjes en gehakt. En ik doe nog heel klein beetje pasta water bij, want het is nu best wel dik. Ik heb de pasta aan het koken. Heerlijk, ik ga zo lekker eten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik heb me klaargemaakt. Heel cute. En ik ga zo meteen naar Nieuwkoop, want daar ga ik mijn wenkbrauwen laten doen. Bij Beauty Babes bij Lina. En ik heb nog vaker bij haar mijn wenkbrauwen laten doen. Dus ik kan het echt super goed. Dus ik ga jullie laten zien. Dit is before. Ze gaat een lamination doen. Er moet echt veel geplukt worden. Dit is nu de before. Ik ben nu in de auto. Dat wil ik zeggen. En trouwens iets heel leuks. Vanavond gaan Stan en ik naar Soldaat van Oranje. Ik ben er dus nog nooit geweest. En voor mijn gevoel is dat die musical al 300.000 keer verlengd. Maar nu was het echt de tijd om daar een keer heen te gaan. Dus echt super leuk. Gaan we vanavond dus heen. Helemaal zin in. En ja. Ik heb deze oorbelletjes nieuw. Dit zijn die Bottega dupes. En deze heb ik op AliExpress besteld. Gewoon 2 euro of zo. Echt een joke. Maar ze zijn wel echt mooi. Dus ik ben er echt blij mee. Echt perfect. Nou jongens, we zijn aangekomen in Katwijk. Bij het theater. Dus ik ben heel... Ben je weer een week voor aan doen? Ja, ik vroeg weer. Gezellig. Je ziet mij niet. Het waait echt fucking hard. Het is echt gewoon donkerrood. Maar oké. Van vroeg, man. Ik een drankje doen, ik heb dorst. We arrived. Nou, het begint zo. Het is nu 6:06. En half acht begint het, maar volgens mij komen we 6:15 al wel de zaal in. Maar het is echt heel bizar, want dit is dus echt een soort theater. Helemaal gebouwd voor deze musical. Ik wist dat niet. Dus je kan hier ook niet echt snacks halen of zo. Dus dat is een goed tip. Maar we hebben dus nu bitterballen besteld voor de pauze, want dat komt. Maar kijk, zo ziet het eruit. Het is hier gewoon een soort welkomstbal. En dan is daarachter zo meteen denk ik de musicalzaal. We zitten in de zaal. Maar het stond toch dat het vliegveld open ging? Wat bedoelen ze daarmee? Dat is dit, denk ik. Oh. Naar de andere binnenwezen. Kijk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag alweer. Nu heb ik helemaal niet meer gevlogd. Wow, ik ben wit. Oké. Okay. Nu heb ik helemaal niet meer gevlogd wat ze van Soldaat van Oranje vonden. Het was echt heel erg gaaf. Echt dat decor en dat podium en zo was echt another level. Want je draait dus rond in die zaal. Nou, dat is echt heel vet. En echt een mooi verhaal. Wel vind ik altijd met musicals dat er zoveel in wordt gezongen. Dat ik echt denk, ja, nou weten we het wel, zeg maar. Er wordt meer gezongen als gespeeld. En ik vind, ja, dat zing af en toe gewoon een beetje vervelend. Even zwaaien naar Stans ouders. Ik ga nu weer naar Amsterdam. Ik ga sporten en daarna werken. Dus, en daarna wel vakantie. Ja, ik heb een soort vakantie. Ik heb even een soort kerst uit een nieuw break. Helemaal zin in. Helemaal hyped. Dus ja, yes, helemaal leuk. Ik heb net lekker gesport. Het is nu 1 uur alweer. Ik heb nog niet geleerd, maar ik heb zo'n ziek honger. Maar ik heb wel even lekker een proteïne. Wat zit hier? Tootjes hier uit de vlog. Ik heb hier een soort pijs of zo. Oh ja, ik zie het. Het ziet er echt niet uit, maar oké. Okay. Weet je wat helpt? Nou? Het carpoolsing van Garnier. Schat, die is zo girl, goed. Give me. Die zwarte is zo goed. Het juice spel. Ja, maar dit gaan we spelen, hè? Oh, jij bent er. Het juice spel. Ik denk dat Floor hier heel goed in is. Floor weet altijd alle juice. Ja, klopt. Maar juice over, zeg maar... Oh, het gaat... Het is een bordspel. Oh, het gaat over geshawhazes. Oh,
al die mensen? Oh, ik wil wel even kijken wat voor vragen er komen. Ja, nou, ik mag de vragen niet weten. Maar het is een bordspel en dan moet je vragen goed hebben. Het is eigenlijk gewoon een soort... Zijn dit de vragen? Ja. Het is een bijzonder spel. Bijzonder, hè? Wie is de enige BN'er die ons nog hoop geeft op de eeuwige trouw? Doei. Echt allemaal shit. Nee, je was bouwer. Oh, het antwoord staat er wel in. Ja. Het gaat ook alleen maar over die mensen. Oh, Yvonne altijd ook bedoeld. Ja, maar ja, dat is haar spel. Ja, het zijn wel allemaal hele makkelijke vragen. Maar dan kan je dit spel ook echt maar één keer doen. Ja. Want dan weet je alle antwoorden al. Ja, het is echt heel easy. Hallo. Laat het werken dan. Ik ga cry. Oh mijn god, is dit de juice bar? Ja, dit gaan we spelen. Oh, dit vind ik heel leuk. Nou, we gaan lekker borrelen. Ja, ik moet alleen nog even. Maar ik wil even zeggen, we hadden een juice spel gedaan. En Kenza had gewonnen, maar Kenza is er niet meer. Nee, maar Kenza had gewonnen. Door Cecile. Blessed. En ik ben gemeen. Ik kan... Ben freaking the weekend. Ja, ik mijn bureau een soort opslag. Hallo iedereen. Ik ga zo meteen als een zwerver met een zak blikjes geld voor mezelf inzamelen. En dan ga ik een soort mini dinner houden. Saar en ik gaan zo even naar Albert Heijn om een pizza te halen. Het was heel gezellig. En yeah, I don't have anything to mention. Bye. Bye bye. Nou guys, ik ben eindelijk thuis. Het is echt, hoe laat is het? 9 uur of zo. Ik heb eindelijk avondeten. Het is 9:15, 9:10. Lekker pizzatje avondeten. En Stan komt er nu aan. Dan gaan we lekker een serietje kijken. Oh, wie is je favoriete pizza is nog meer? Sorry, maar ik ben echt een red girl. Dat ik echt van diepvriespizza hou. Maar. Ik vind het gewoon zo lekker aan. I don't give a shit. You can hate me. Maar ik hou gewoon echt. Een diepvriespizza. En mijn lieveling is de Pollo. Pollo. De Pollo. Ja. Ja, ik vind het echt top. Komt bij de echt een leuk weekend aan. Morgen heeft ze dan voor het eerst een dag geen voetbal. Dat is winterstop. Zijn we eindelijk een keer een zaterdag samen. Hoe cute is dat trouwens hier daar als je kaarsje op de grond. Dit, die lampjes zijn echt best. Zijn we eindelijk een keer zaterdag samen. En in de avond gaan we met een hele grote vriendengroep naar Winterterras. Zondag is kerstavond. Dus dat is ook heel leuk. Helemaal zin in. We hadden dus net geborreld op kantoor. En normaal doen we dat echt nooit. Omdat heel weinig mensen op vrijdagmiddag werken. Ja. Het is zo gezellig. Ik vind echt dat we het vaker moeten doen. Dus iedereen die bij Hobbs & Lewis werkt en mijn vlogs kijkt. Ik weet niet of dat het überhaupt mensen zijn. Ido die deze vlog edit. Love naar Ido. Ik moet het vaker doen jongens. Ik ga lekker een pizzaatje opeten. Ik ga trouwens echt kerstavond een toetje maken. Het is een... Ik ga het in deze weekvlog laten zien. Het is een witte chocolademousse met speculoos en fruit. Die had Bo. Vorige week gemaakt met de kerstdiner. Zo lekker. Een goede morgen allemaal. Het is zaterdag. Hallo. Ik ga de proteïne pannenkoeken uitproberen. Van Body & Fit. Dus ik ben heel benieuwd. Ze zeggen natuurlijk altijd dat de eerste pannenkoek mislukt. Je hoeft trouwens alleen water toe te voegen. Dus dat is echt super chill. Dus ik ben benieuwd of het wat gaat worden. De eerste is al op, de tweede ligt daar. Vind je het lekker? Genoeg proteins. Dat zeker. Ja, dat is lekker, maar de eerste was niet heel goed. Zullen we hem proberen iets kleiner te maken? Doe maar. Oh, maar het loopt helemaal uit. Dus, laat eens. Ja joh, doe dit echt een keer proberen. Wat heeft mevrouw? Wat heeft mevrouw? Wat? Wat gaat mevrouw maken? Ik ga een shake maken. Als je de wil niet bevroren, ga je het helemaal niet rond doen. Ja, zal ik het doen? Nu gaat het ding kapot, ja. Doe maar. Dit? Ja.
Jullie kanaal. Oh. Wow. Kijk dan. Dus ik heb echt de lekkerste uitvinding ooit gedaan. Sja, je hebt gewoon een milkshake gemaakt. Nou. Maar dit is een uitvinding. Want dit smaakt letterlijk naar een aardbeienmilkshake. Wel, want je moet niet een normale vanilleproteïne. Je moet de vanille ice cream flavor van Body & Fit. En die maakt het echt die milkshake vibe. Zeg maar, normale vanilleproteïne is heel, heel anders hoor. Dit geeft echt gewoon die milkshake vibe. Ah, bijvoorbeeld fruit, havermelk. Nou, we zijn gezellig bij de Hoxton. Heb ik net gesport. En we hebben nu lekker lunch. Ik heb een zalmbagel. Ziet er echt zo lekker uit. Oh, goedemorgen allemaal. Het is zondag en vanavond is het kerstavond, dus ik ga nu eventjes wat inkopen doen bij Albert Heijn voor ik ga vanavond een toetje maken en morgen mijn moeder het voorgerecht, dus ik moet er even wat inkopen voor doen. Daar ben ik natuurlijk weer lekker laat mee, maar goed, ik ga nu even naar de app en om dingetjes halen. Oh my god jongens, ik heb echt het leven aan me voorbij zien flitsen net. What the fuck. Ik ben bij een fucking Turk en ik wil betalen en ik heb mijn telly gewoon niet. Terwijl 10 seconden daarvoor had ik hem nog, dus ik denk welke motherfucker heeft mijn fucking telefoon. Dus ik zo om me heen, hallo, is iemand mijn telefoon gezien? Wat fucking telefoon met telefoon? Dus ik helemaal in de stress. Helemaal in de stress, maar ik kon mijn telefoon gewoon niet vinden. Maar waarschijnlijk omdat ik dus ook zo in de stress was. Dus ik ren naar huis. Om te kijken op mijn laptop en zoek mijn vrienden waar mijn telefoon is. Maar mijn telefoon is nog bij die Turk. Dus ik denk, hoe kan het nou? Hij moet daar liggen. Want dat was inmiddels ook wel weer een stukje verder. Dus anders was iemand er echt wel mee weggelopen. Dus ik ren terug en Ali, van hem is de zaak. Is echt de liefste man op de wereld. Hij zegt me altijd gedag. Van goed. Dus hij ziet mij en zegt, hey Sarah, hoe is het? Dus ik zeg, ja, het gaat niet goed. Mijn telefoon is kwijt en ik had hem volgens mij voor het laatst hier, ik weet het niet. Dus hij gaat mij die hele token doorzoeken, zo cute. Wil mij helpen. Op een gegeven moment begint hij keihard te lachen. Zegt hij, hij was buiten, zegt hij, hij ligt hier. Lacht hij tussen de appels daar. Dat kan echt, ik dacht echt voor een half uur lang dat mijn telefoon gewoon gestolen was. Dus ik heb helemaal knuffelen. Ik zeg dankjewel. Hij heeft echt mijn dag weer gemaakt. Ik was zo in de stress. Hij zei ja, het is een heel belangrijk ding hè. Oh, ben ik blij dat ik hem weer heb. Zo erg. Wel echt heel lief. En een jongen die had ook die zei van hier, bel anders op je telefoon. Dus ik op zijn telefoon mijn nummer bellen. Maar ja, mijn geluid stond natuurlijk niet aan. Maar gelukkig zijn er nog wel goede mensen die mij willen helpen. Nou guys, deze dag is echt voorbij gevlogen. Ik heb heel veel cadeautjes moeten inpakken. Ik heb voorbereid... Een hele grote tas ligt trouwens al in mijn auto. Ik heb voorbereiding moeten doen voor het kerstdiner. Ik ben even aan het wachten tot het wasje klaar is. En ik heb dus een super leuk cute strik in mijn haar. Als jullie het kunnen zien. Maar wat ik dus heb... Vanavond ga ik een witte chocolademousse maken, maar ik heb geen mixer, dus ik moet dit bij stand nog even opkloppen. Dus die neem ik mee. Met chocoladeballetjes, lotusbiscuit en rode besjes. Yum. En dan morgen bij moeder ga ik een soort granalenkoekje maken met gambas en granalen. Dus dat heb ik ook gemarineerd en... Dat gaat ook mee. En ik heb fresh food mee. Volgens mij heb ik toch alles. Ik haat echt om voor meerdere dagen in te pakken. Ik moet echt inpakken voor 3-4 dagen met feestdagen. Met 4 feestdagen. Dus ik moet 4 outfits, 4 dingen. En dan heb ik het over kerstontbijt, kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Nou... Ik hoop dat ik nu alles heb, want ik word gek. Je zal het raden. Ik heb niet alleen de intro niet gefilmd, maar ook de outro niet. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het echt een superleuke week met kerst en weet ik het allemaal. Dus het was heel erg top. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te geven.